Jullie willen een verhaal, jullie klikken op deze video omdat jullie een verhaal willen. Ik geef jullie het beste kerstverhaal dat jullie ooit hebben gehad. Het verhaal heeft niks te maken met kerst. Het heeft een klein beetje iets te maken met dit. Is mijn rapport. Het is niet goed. Het is verbazingwekkend slecht. Ik dacht dat het echt super goed gelukt was, omdat ik dacht, jij blijft zitten. Twee keer hetzelfde. Easy peasy lemon squeezy. Nee, het werkt niet zo. Fuck. Mijn ouders hadden toch gelijk. Oké, het is kerstmis. We gaan een slecht rapport. De sfeer toch niet laten vernederen. Nee, ik niet. Mijn ouders wel. Leuk. Aan de kersttafel horen dat ik goed rapport heb. Fuck! Oké, maar het is tijd voor een kerstverhaaltje dat niks te maken heeft met kerst. Dus ben je nog geïnteresseerd in deze bullshit? Smash dan zeker duimpje omhoog. Smash hard. Smash echt op je toetsenbord. Echt op een level van... Oh, zeg eens. Oké, dat was niet de bedoeling, but oké. Merry Christmas and Happy New Year. Fuck off, en ik hoop dat iemand bij jullie thuis een lepel in de microgolf legt of zo en heel jullie keuken ontploft en jullie de beste kerstmis ooit hebben. Hey, let's fucking go. Nog maar één keer kerst is per jaar, heb ik speciaal kerstintro. Geniet ervan. Het is leuk. Dus, vandaag vertel ik jullie hoe mijn camera gestolen was door Polen. Ik vertel jullie ook hoe het komt dat ik bijna dood was in Parijs. Ik vertel jullie hoe ik aan het geld kwam om dit te kopen. Kan ik jullie eigenlijk nu ook vertellen. Ik heb geld geleend bij mijn mama. Daarom kreeg ik geen kerstcadeau. Het belangrijkste van allemaal, ga jullie een basisles Franse taal geven. Dames en heren. Er is geen clickbait. We beginnen! Ik denk dat jullie allemaal wel weten welke mooie grote camera ik heb. Wow, it's so pretty man, I really like a camera. I can't buy it, 50 cents, can I have it? De camera was gestolen door Poolse vrachtwagenchauffeurs. Heb ik iets tegen Polen? Nee. Heb ik iets tegen die Poolse vrachtwagenchauffeur? Die mag heel pijnlijk sterven. Ik hoop dat de frituurpot op zijn kersttafel gewoon ontploft! Oké. Ik zat in een busje op het tankstation. En ik had mijn camera op het dashboard gelegd en ik was uit de auto gegaan en ik had het raam laten openstaan. Dus het raam die is om opendraaien. Jullie snappen over welk raam ik het heb. En ik was even naar het tankstation omdat ik moest schijten. Heel erg nodig. En ik ga terug naar mijn bus en ik kreeg ineens zo het Enzo Knol gevoel. Ik wou even vloggen. Ik wil even mijn camera nemen en ik denk zo van, hey, waar de fuck is mijn camera? En ik begin overal te zoeken. En ik kijk overal om elke hoek, waar de fuck is mijn camera? Hij was weg. Ik heb de grootste flip ooit gekregen. Ik heb gescholden met alles wat ik kende. Ik heb in een struik geslaan. Ik weet niet waarom ik ermee heb afgereageerd op een struik. Maar ik ben dus echt beginnen slaan in een struik. Maar allemaal doornzin. Mijn handen zitten nog altijd vol met fucking splinters. Of zo. Hier heb ik allemaal crashes van doorns en zo. Het is fucked. Eigenlijk zijn mijn handen gewoon helemaal aan het ontsteken, maar oké. Mijn camera was weg. Oh, zelfmoord plegen. Ik was net vertrokken op roadtrip en mijn camera was weg. Ik wist niet wat ik moest doen. Alle hoop was weg. Ik heb echt fucking veel gehuild. Ik zat echt te huilen en ik was echt mijn leven er gewoon helemaal aan het uithuilen. Pins dacht een vriend van mij. Yo, ik ga even vragen aan die Polen of zij iets gezien hebben. Waar zij staan hier ook al heel de tijd. Dus die guy gaat naar die Polen en hij komt bij een vrachtwagen staan en die guys staan daar gewoon een beetje. Echt gewoon aan het feesten in een vrachtwagen of zo. Het feestdeel is niet waar, maar ze waren wel gewoon in een vrachtwagen. Die guy vraagt dus in het Pools aan hun of ze weten waar mijn camera is. Dus die guy vraagt... Adi, hoi! En die mensen kijken zo, is raar, maar ze antwoorden gewoon... Adi, hoi, ja. En ze nemen gewoon het dashboard open van hun vrachtwagen en ze halen mijn camera daaruit. Die guy staat daar zo echt te kijken. Adi! Die mensen geven mijn camera terug en ze hadden mijn microfoon en zo er al afgehaald. Ze geven die gewoon terug en ze blijven gewoon kijken zo van... Yo, nog iets? Die guy staat daar gewoon met mijn camera in zijn hand en hij begint helemaal te schreeuwen. Oh nee, we have your camera. En ik was helemaal aan het huilen en zo, dus ik kom helemaal afgelopen. En ik kijk, ik neem die camera en ik denk van, yo, thanks man. Ik had mijn camera terug van die fucking Polen. Tering Polen, ja. Kurwa Polen. Ze hadden alle beelden verwijderd die op mijn camera stonden. Ze hadden alles weggedaan. Ze hadden heel die camera gedetached en al opgeborgen. Die ook gewoon direct teruggegeven, dus waarschijnlijk waren ze bang of zo. Uiteindelijk had ik mijn camera terug, was alles oké. Jammer dat de beelden weg waren. Jammer dat ik die guy van het tankstation ook gewoon helemaal heb uitgescholden, omdat ik dacht dat hij hem had of zo. Kon wel. Dan even over mijn rapport. Punten waren niet goed. Mijn ouders sturen deze foto. Ik denk, yes, ze zijn blij. Ze gaan mijn rapport halen. Alles is goed. Ik ga een goed rapport hebben. Het ging supergoed. Nee. Nee.
Het ging niet super goed. Toen waren de punten wel oké, maar het gedrag was fucked. Ik snap ook niet waarom je punten voor gedrag krijgt op examens, maar het hoort erbij. Ik kan zeggen dat heel mijn kerst geruineerd is. Ik moet nog fucking veel geld terugbetalen aan mijn mama voor deze trui en zo en alles wat ik heb gekocht in Parijs. Dat is allemaal geleend. Thanks, mom. Ik ben bijna neergestoken aan de Eiffeltoren. Bleven maar mensen komen met kleine Eiffeltorentjes en lasers en ze vroegen of ik allemaal dingen wou kopen. Ik bleef maar nee zeggen. Er stond echt gewoon maar 5 rond ons. Duwen met die fucking Eiffeltorens in ons gezicht. En ik dacht, nee, bounties, leave us alone. Opeens komt er zo'n grote man met een bazooka. Dat is niet waar, dat is niet gebeurd. Maar ze stonden dus wel met 5 rond ons. Ze waren heel rare taal aan het spreken tegen elkaar met daardoor een beetje dialect in het Frans of zo. Dan moet je gewoon basis Frans kennen om je daar uit te wurmen. Het eerste, het doet me niks. In het Frans, je m'en bats les couilles, werkt altijd. 2, avec les mecs. Dat zeg ik eigenlijk gewoon met mijn vrienden, maar dat zeg je gewoon. Avec les mecs. Tu es un fils de pute. Dat betekent, ik wil geen Eiffeltoren kopen. Die 3 standaard zinnen moet je gewoon kennen. En zo warm je gewoon volledig door Parijs. Zo ontwijk je de politie. Zo ontwijk je iedereen. Zo overleef je Parijs. Dus als jij de volgende keer naar Parijs gaat en je wordt net niet neergestoken door mensen daar, allemaal dankzij mijn basis Frans, ja, dan heb ik je leven gered. Dus voor mijn kerstmis mag je altijd geld sturen naar mijn bankkaart. De BIN-nummer staat in de beschrijving. Check het zeker eens uit. Ik heb 5 cent misgehad. Alsjeblieft. Ik heb het echt gewoon even nodig. Welke levensles heb ik geleerd? School sukt. School verpest kerstmis. School is AIDS. Ik heb herpes in mijn hand. En ik hoop dat ik kerstavond overleef. Dus dames en heren, ik ben Aceit. Ik zou zeggen, leuke kerst. Frank. Ik hoop dat je kerst sukt. Ik hoop dat er echt veel kutte shit gebeurt. Ik hoop dat eten echt niet lekker is. En ik hoop dat je echt kut cadeautjes krijgt. Tot volgend jaar. Een nieuwe kerstvideo. Ik ga nu werk zoeken om mijn lening terug te betalen. See you guys. Later. Fucking dudes. Hallo. Nog steeds geen 1 antwoord. Hoe zit de jeugd in elkaar? Wat willen ze bereiken met iets wat ze doen? Waarom gebruiken ze drugs? Waarom gaan ze...